Urk, wat moet ik nou met jullie aan? Urk, wat is er met jullie in godsnaam aan de hand? Want dat is de vraag na wat er gebeurd is bij het beginnen van de avondklok. Maar laten we eens even nadenken wat Urk eigenlijk altijd geweest is voor ons allemaal. Voor iedereen, voor mij. Urk, dat had dus toch het gevoel van, dat is toch wel een leuk, eigenlijk wel een sympathiek vissersdorp. Oké, er wordt iets te veel gebeden daar. Daar zijn ze iets te serieus in. En iets te veel met God en alleman bezig. Maar dat had toch die charme en die leukigheid van dat dorpje aan het IJsselmeer. Maar waar zijn jullie nou de laatste tijd mee bezig? Jullie zijn heel hard op weg om dat imago helemaal naar de knoppen te helpen. Je zal maar in Urk wonen en je bent gewoon een leuke inwoner en je doet keurig je best en je volgt de maatregelen. En dan heb je een heleboel van die mafkezen om je heen. Hoe kan dat nou, Urk? Waar is het bij jullie nou helemaal misgegaan? Jullie hebben al een heleboel rellen gehad met jongeren de laatste tijd. En toen kwamen jullie nog eens een keer in het nieuws. Terwijl heel Nederland in de coronacrisis zat, gingen jullie toch naar de kerk toe en maar bidden. En jullie hadden niks nodig en ook geen injecties, want God ging jullie helpen. Nou, tot daar. En nu in één keer, bij het begin van de avondklok, gaan er dus, weet ik veel, 100 jongeren met 100 auto's. En die gaan de haven in en die zetten daar de hele boel op stelten. Nou, nog meer dan stelten. Want ze gooien vuurwerk naar de politie. Ze maken er een klerenzooi van hebben maling aan de avondklok. Gooien stenen naar politieauto's toe. En het stond in de krant. Het was een soort oorlogsgebied geworden. En als kers op de taart, ja hoor, hebben ze ook nog eens een keer de teststraat van een GGD in de fik gestoken. Tuurlijk, altijd doen. Urk, wat is er met jullie aan de hand? Wordt er dan alleen nog maar gebeden daar? En wordt er dan helemaal niks meer gedaan aan opvoeding in Urk? Want die jongeren kunnen kennelijk maar hun gang gaan. En wat hebben jullie nu dan? Jullie zijn nu op weg naar een imago, nou dat wil je niet weten. Jullie vechten dus om de titel het meest vervelende dorp van Nederland. Nou, ik heb goed nieuws voor jullie. Ik kan jullie feliciteren. Urk, jullie zijn inderdaad vanaf nu het vervelendste dorp van Nederland.